Goedemiddag, CX-rijders. Dit is het motorblok van die Belgische meneer, Roel. Waar ik al langer mee bezig ben geweest, jullie hebben vorige keer de olielekkage kunnen zien. En jullie hebben ook al gehoord dat het motorblok mij aardig tegenwerkt. De radiateur was lek, allemaal stomme dingen. Het lullige wil nou, vanochtend heb ik als laatste weer test gedraaid. Heel normaal test gedraaid, 1500 toeren, 2000 toeren, helemaal niet gek. En ik had al een gevoel dat het niet goed zat en aangezien dat dit motorblok naar België moet, wilde ik zeker weten dat ik geen koelvloeistoflekkage had. Daarom wou ik hem weer warm laten draaien. Wat schetst mijn verbazing, motorblok loopt vast. Echt, hij loopt gewoon vast. Dit motorblok heeft nog geen 10 minuten gedraaid en is al naar de kloten. En ik meen ook echt vast. Ik heb nu een sleutel op de krukkast zitten. Hij zit echt muurvast. Waarom dit motorblok zo tegenwerkt, weet ik niet. Maar ik geef het niet op. En dat is ook het doel van deze video. Ook mij zit het wel eens tegen. En als het vanaf het begin al fout gaat, dan probeert dat motorblok al met je te praten. En het vertelt eigenlijk, het gaat fout. Wat ga ik nou doen? Dat vind ik even jammer. Dit had ik eventjes graag die kant op willen hebben draaien. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dat maakt niet zoveel uit. Misschien is het ook wel goed zo. Even kijken. Als eerste gaan we toch de olie maar aftappen, want ik wil toch de motorblok weer aan elkaar halen. Ja, dit gaat geld kosten. Dan gaan we eerst eens even kijken wat voor olie eruit komt. Niks schokkends op dit moment. Oliefilter wil ik wel nalopen. Ah, ik kan mooi kijken zo geloof ik. En weer die o-ring die eruit valt. En dat snap ik niet, want die o-ring is toch een bestaande maat. Dat moet gewoon goed zijn. Gaan we kijken wat ik in de oliefilter tegenkom. En als een krukaslagering eruit loopt, zien we eigenlijk altijd daar wel problemen terugkomen. En ik zie niks. Ik zie wel dat er wat slijping is ergens. Ik zie wel een waas. En die zal als eerste, hier zie ik een heel klein schilfertje. En dat is gewoon voor jullie niet eens te zien. Ja, ik zie wel, nou ik een beetje ga roeren, zie ik wel enigszins schilvering, althans verkleuring. En die o-ring, ik weet niet waar die vandaan komt, maar die flikker ik weg. Die had eigenlijk moeten passen en dat doet hij niet goed. Vandaar dat dat de eerste keer al fout ging. En misschien is dat ook wel de oorzaak geweest dat hij zijn oliedruk kwijt was, terwijl die stond te draaien. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Oh, die is gewoon hartstikke nieuw. Er zit geen verbrande kleur bij of weet ik veel. Alleen wat lucht zit erin. Luchtbelletjes, dat valt me op. En eigenlijk, het is niet eens overduidelijk. Ik kan het niet eens uitleggen aan jullie. Ik zie er eigenlijk ook geen gekke bende in of zo. Nou, ik heb dus nog geen idee. Ik gok op krukaslagering. Mijn doel is nu motorblok aftappen, olie eruit, uit elkaar slopen en opnieuw beginnen. Want ik heb er geen zin meer in om te gokken, want het heeft ook geen nut. En zodra ik wat heb, ga ik jullie meepakken op de film. Ja, dan laat ik het jullie zien. Even kijken, heb ik hier nog een beeld? Ja. Kijk, en je ziet het is allemaal schoon, nieuw, verse olie, hartstikke schoon, niks. Maar het motorblok zit gewoon vast. En waarom? Ik heb geen idee. Sorry Roel dat het zo tegen zit. Maar het heb je te danken aan je eigen motorblok. Waarom weet ik niet. Maar we houden contact. Kijk, dat is nog de vorige verf. De bende. Ja, en zolang dit blok niet klaar is, gaat hij niet weg. Ik laat je niet voor Jan Loel komen uit België hier naartoe. Want dat is al brandstofkosten genoeg. Ik ga verder. Zodra ik wat weet, meld ik me bij jullie. Doei doei.